bedankt om deel te nemen aan deze getuigenis. Wij hadden dus initieel een workshop leiding geven op afstand afgesproken, maar corona heeft daar anders over beslist. Nu, jullie zijn niet bij de pakken blijven zitten. Vertel eens, wat hebben jullie beslist? Wij hebben beslist om op dat moment een alternatief aan te bieden. Wij vinden dat heel belangrijk voor onze collega's. Eén, wij houden van opportuniteiten. Wij zijn een organisatie die opportuniteiten ziet. Onze mensen ook wilt voorbereiden op de toekomst. Om even te kaderen, Aquafin is een organisatie met heel veel verschillende teams over heel Vlaanderen. En daarnaast komt ook dat het hoofdkantoor volgend jaar wordt verbouwd. Dat betekent concreet dat de collega's die daar werken ook verspreid moeten gaan werken. Op afstand. Dus er zijn heel wat collega's, leidinggevenden, die stonden ingeschreven op die workshops. Die zitten met vragen, die zitten met bezorgdheden. Nu, zeggen de corona is er, we gaan dat moment niet laten doorgaan, dat wouden we niet. Die mensen willen we een antwoord geven. Ze zitten met vragen, bezorgdheden. Nu, om het alleen via die leidinggevende te doen? Nee, we willen dat onmiddellijk opentrekken. Ook naar onze medewerkers. We hebben er werken op afstand van gemaakt. Dus concreet, we zagen een opportuniteit. We willen onze mensen voorbereiden op de toekomst. En dat hebben we gedaan. Ja, zoals je daarnet al zei, jullie hebben beslist om het niet alleen aan te bieden aan de leidinggevende, maar het ook open te trekken aan de medewerkers. Nu, ondertussen hebben wij 8 webinars gehad. We hebben dus die leidinggevende en die medewerkers in 1 sessie gehad. Wat is jouw impressie daar nu van geweest? Wat is de meerwaarde geweest bijvoorbeeld van die mensen samen te zetten? Ja, de meerwaarde is dat inzicht van de leidinggevende, dat die kunnen gebruikt worden om onze medewerkers ook tot inzichten te laten komen. Dat versterkt elkaar. En omgekeerd ook, medewerkers die bezorgdheden meegeven, die ook met vragen zitten, waar de leidinggevende nadien kunnen op in gaan spelen. Dus het is daar echt een kruisbestuiving van inzichten, enerzijds, en ook vragen, bezorgdheden langs wederkanten. En op die manier brengen we het samen. Nu, hoe zijn de webinars verlopen? Ik denk zeer positief. Heel goede feedback gekregen. De presentatie was ook natuurlijk heel goed verzorgd. Kwaliteit was er ook zeker gegarandeerd. Nu, onze organisatie is ook een organisatie die digitale stappen wil zetten. Ook naar de e-learning, concrete zaken wil bewerkstelligen. Uiteraard, die corona heeft ervoor gezorgd dat dat wat versneld is gebeurd. Zo'n webinar voor 150 mensen, 8 sessies, dat hebben we voor die nog niet gedaan. Maar daar ook weer, een testcase, opportuniteiten aangrijpen. Is iedereen mee met dat digitale op vandaag? Zeker niet. Hebben we daar nog stappen te zetten? Absoluut. Zeker en vast. Maar nu is het belangrijk om ervoor te zorgen dat we niet in de volgende valkuil stappen. We willen stappen blijven zetten in dat digitale, maar we willen ook niet onmiddellijk maal 10, maal 20 gaan in snelheid. Nee, laat ons het tempo van de maatschappij volgen, laat ons het tempo van onze organisatie volgen, maar we kunnen door deze testcase, door deze coronaperiode, uiteraard hier en daar wel wat versneld stappen gaan zetten, maar we willen niet te snel gaan. We willen mensen ook draagvlak hebben. We willen draagvlak creëren, En we willen ook de mensen die vandaag nog niet mee zijn in dat digitale, ook wel mee hebben in dat verhaal. En dat is wel een hele belangrijke. Ja. Als afsluiter, welke tips zou je nog kunnen geven aan bedrijven die misschien spelen met dit idee? Doen. Sowieso doen. Ja. Rekening houden met welk type medewerkers dat je in de organisatie hebt. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Is de organisatie klaar daarvoor? Zijn de juiste middelen aanwezig om dat te implementeren? Maar vooral doen. En ervan uitgaan van, ja, er kan iets mislopen. Dat hoeft ook geen erg te zijn. De mensen hebben daar op dit moment zeker begrip voor. Ik denk als je het doet en je biedt het aan, dat het zo'n grote meerwaarde heeft voor je medewerkers. En een kleine technische fout hier en daar, dat nog niet op punt staat, dat wordt door de vingers gezien. Zeker en vast, ben ik van overtuigd. Ja, ik ook.
Bedankt, Steven, om even ook jouw zegje te doen en anderen ook te inspireren. En veel succes bij Aquaria. Dank je wel. En graag gedaan. Dag.